dorpscentrum Silvolde gaat op de schop. Ik sta met Egbert Hermsen, voorzitter van Silvolds Belang. Egbert, het was een lange weg. Wanneer waren de eerste initiatieven en wie was daar eigenlijk verantwoordelijk voor? Oké, dat het een lange weg was, dat is inderdaad. Wij zijn eigenlijk op appel van de Silvoldse gemeenschap in de jaren 2007-2008 daarmee begonnen. Iedereen vond dat de plaats Silvolde verpauperde en verzuurde. En het werd hoog tijd dat er iets ging gebeuren. Wim Veenhuizen, destijds voorzitter van Silvolds Belang, die schreeuwde dat van de daken. En dat heeft geleid tot de omstandigheid dat we samen met heel veel mensen van Silvolde, die hebben bij elkaar geroepen. We hebben alle wensen en eisen geïnventariseerd. En met heel veel mensen die hebben meegewerkt aan de opstelling van het dorpsplan, hebben we het dorpsplan Silvolde onder de loep kunnen samenstellen, waarop we heel trots zijn. Oké, en dat plan, Egbert, heb ik begrepen, dat vormt eigenlijk de start of de aanloop van het huidige renovatieplan, toch? Dat klopt. In het dorpsplan zijn verschillende speerpunten opgenomen. Moet je denken aan de economische omstandigheden van het dorp, de dorpsvervrijing, het wonen, de stadswoning. Maar onder andere het dorpscentrum wat aan verbetering toe was. En we hebben in 2014 hebben we het bevestiging gekregen van de gemeente Oude IJsselstreek. En we zijn toen begonnen met de opzet van een bouwteam en een klankbordgroep. En dat heeft geleid tot de samenstelling van het schetsplan Silvolde aan de slag. En daar zijn alle plannen met betrekking tot de vernieuwing van het dorpscentrum in vervat. Okay. Goed. Silvolds Belang heeft daar een goede aanzet gegeven. Misschien is het ook wel handig om eens even aan te geven. Wie is Silvolds Belang eigenlijk? Silvolds Belang is eigenlijk een orgaan, eigenlijk een vereniging die bijna 100 jaar bestaat. En in die 100 jaren hebben heel veel Silvoldenaren, die hebben zich bijzonder geijverd voor de leefbaarheid van onze dorpskern. En wij hebben nu een bestuur dat bestaat uit 9 mensen. En die staan voor de leefbaarheid van Silvolde. Een aantal projecten weer uit de oorsprong is natuurlijk het centrumplan, maar Silvolds Belang behoudt zich daar niet alleen bij. Het gaat natuurlijk ook over meerdere zaken, zoals bij het voetbalkoortje bij de. Moet je me helpen even? Wij ijveren ons voor de leefbaarheid. En belangrijke onderdelen zijn bijvoorbeeld inderdaad de voetbalkooi waar problemen waren. En Silvolds Belang zorgt ervoor dat kinderen daar weer kunnen voetballen. Dat alles in goede harmonie verloopt. Daar waar zich problemen in de buurt of wijk voordoen. Daar willen we ook graag een helpende hand bieden door met de burger in discussie te gaan. En vooral is het zo dat wij als belangenvereniging ook de intermediair zijn tussen de bevolking en de overheid. Betekent ook dat wij binnen de gemeente WIS kunnen rekenen op ambtelijke ondersteuning en ook op alle medewerking. Oké. Goed, wij sluiten dit interview met jou af. Ook jou zullen we misschien in de loop van de tijd nog een keer zien. Wij wensen jullie veel succes met het herinrichten. En wat wij hopen is, wij roepen nu van de daken van vanmiddag Silvolde gaat aan de slag. En we hopen dat met heel veel Silvoldenaren samen te doen, want samen staan we voor een mooi dorp.